Hey Angie, mag ik erin komen? Jazeker. Ja. Hoi, dat is je zoon. Een van je zonen? Ja, dat is Shadow. Werk je hier ook of help je alleen een beetje? Help. Ja. Hey Angie, vertel eens, want wanneer was ik hier nou met jou dat je pand net had? Was het december? Dat was 1 december, ja. Ja. Nou, nu zijn we, dus we zijn 2 maanden verder. Maar ik zie het in één oogopslag al. Je hebt echt heel veel gedaan ook hier, hè? Klopt. Dat was ook nodig, vertelde je toen al? Dat klopt. En de verbouwing liep een beetje uit, dat ook. Want er moest best wel wat gedaan worden, maar we zijn nog niet helemaal klaar. Maar... Nee, dat zei je ook al, maar ja, ik vind het toch altijd leuk om zo snel mogelijk te komen. Ja. Want ik las het al op Facebook, want er is een nieuwe tattoo, hè? Ja. Dus daar kom ik graag. Ja. En maar even heel kort, want ik heb natuurlijk wel eens over je geschreven, maar kan je jezelf nog even heel kort voorstellen, want je zat op de Veerseweg. Ik zat op de Veerseweg. Zij bestaan nu 6 jaar, de Modern Body Studio. Daarvoor was ik altijd uitvaartverzorger. Altijd een bijzonder verhaal, vind ik dat nog? Altijd, dus, ik ben nog steeds met lichaam bezig. Ja. Nee, mijn moeder is toen met pensioen gegaan en dat was eigenlijk een carrière switch voor mezelf. Ik heb nog een tijdje bij Rien Zeloes stage gelopen. En, in de Vlasmarkt? Dus op de Vlasmarkt. En, ja, dat is een hobby eigenlijk geworden en dat hobby is eigenlijk een beetje uitgelopen. Ja, en ik doe het nog steeds met veel passie. Ja, want de Veerseweg, en eerlijk gezegd, dat was toch een beetje het huiskamergevoel. Onder de traphallen, dat was echt... Dus, ja. En dat ga je nu weer, dat gaat weer terug naar je moeder, geloof ik. Ja, dat klopt. Mijn moeder die pikt nou weer dat stukje in voor de eigen hobby. En ja, goed, dit kwam op mijn pad. En Lucas die zit nu ruim 4 jaar bij ons in het bedrijf. En die heeft ook gewoon al zijn eigen naam opgebouwd. Hij is goed in Fine Line, Black and Grey. Nu met de nieuwe shop hebben we nu ook woensdags Richard van Free Mind uit Goes. Hij is nu meer gespecialiseerd in Japans. En, en jij zelf, daar ben ik ook wel benieuwd. Ik doe geen tattoos. Jij doet vooral de piercings. Ik doe alleen piercings. Ik doe permanente make-up. Ik doe ook tattoo laser. En eventueel scarification, dat doe ik dan nu wel. Oké. Okay. Ja. Nou ja, en dan het pand. Hè. We zitten, hier hebben we een soort wachtruimte. Een mooi boompje heb je. Hartstikke leuk. Dat is heel strak. Die zie ik ook wel bij jou terugkomen. Wat is het? Salamander. Salamander toch, ja. Ja, nou, dit is een lege waan dan. Maar, is het eigenlijk van je logo of is het gewoon het dier waar jij dol op bent? Ja, het symbool komt altijd terug in mijn leven. En het is ook... Ja, daar in de hoek zie ik hem bijvoorbeeld ook. Hè, maar, ja. Kunstwerkje. Ja, oh, meerdere zelfs. Die moeten nog wel een plekje krijgen. Ja, precies. Ja, je bent nu de verf is net droog, moet je maar zeggen. En dit zijn allemaal oude klanten. Dit zijn klanten met de duimen omhoog van de laatste 6 jaar. Ah, dat is leuk. Deze muur had ik ook op de Veerseweg. En nu zijn er nog wat meer bijgekomen. Nou, daar ligt dus net iemand die vindt het goed dat ik hem film. Ja. Ligt hij echt te slapen of lijkt dat maar zo? Mm-hmm. Ziet er niet uit alsof hij er last van heeft. Mag ik even kijken wat hij maakt? Oh, dat is een flinke. Is dat allemaal van vandaag? Nee hoor. Nee. Dat is een ja, ja, ja. Make the rest. And you've been working here since 6 years? Ja. Of 4 years? 4 years. 4 years, yeah. And where are you from? From Poland. From Poland, alright. Yes. Nice to meet you. You too. Oh, dan kijk ik hier gelijk tegen een frelle dame aan. Dan ben ik ook gelijk benieuwd wie is die dame. Daar zat ik het. Ziet er wel leuk uit. Zo'n foto hebben we nog, maar dan in de piercingruimte. Dit is een foto van Marcel Kloter. Oh, de vogelaar, ja. Ja. Ja, die maakt mooie. De skyline van Middelburg. En dit is een tweede tattoo-stoel ook? Dit is het tweede station, derde station. En we kunnen eventueel voor gasten tatoeëren straks ook nog een station erbij doen. Maar dat noem je ook echt een station, ja? Ja, werkstation, ja. Wat is dat daar in de hoek? Dat is de tattoo laser. Oké, okay. Dat is dus om ze weg te halen? Ja. Ja. Voor als ze geen goed werk afleveren meer. Altijd goed, lange Jan erbij. Nou, hier heb je nog een klein keukentje voor de koffie en de koffie. En dat soort zaken. Zat hij er al in die keuken? Nee. Want sowieso, welke zaak zat hij nou als laatste ook weer? Diva. Diva, ja. Maar was dit die ruimte die we nu zien of heb je dat er nou in gebouwd? Nee, ik heb deze ruimte speciaal voor piercings. Is gewoon een mooie aparte privéruimte. Dat is ook wat niet zo open. Ja, wat is dat? Want piercing dat zit natuurlijk ook wel zo op plekken waar de zon niet altijd schijnt. Dat. Klopt. Dus dit is eigenlijk mijn speelhoekje. Oh, maar die is ook nog best wel ruim. Ja. Het ziet er allemaal wel strak uit, hoor. Nou, al je diploma's en certificaten.
Dat is wel een heel rijtje. Ja, het is allemaal spiksvullend vernieuw, hè? Maar het is er dus gisteren gebeurd van alles. Ik krijg ook nieuwe buurtjes links. En, ja. Komt er, de Spar die gaat open. Die man had ik net van aan de lijn nog. Ja. 5 maart. Dat is altijd dus, dat is heel dus tof. We kunnen zo broodje halen, dus dat is altijd fijn. En op welke dagen ben je allemaal geopend? We zijn open van dinsdag tot en met zaterdag. Oké, okay, ja. Maar van ochtends, want vanochtend was het continu, was het iets te vroeg nog, denk ik? Nee, ik was er wel, want die lichtbranden waarschijnlijk wel. Maar dan was ik in de kelder bezig. Er zit ook nog een hele kelder hieronder. Okay. De kelder wordt dan ook gebruikt als tekenplek en administratie en dat soort dingen. En is dat ook nog leuk om te zien of is dat nog een grote bende? Nee, nu nog niet. Ja, ik ben altijd dol op kelders en daken. Ja, ja, ja. Dat komt wel goed hoor. Ja, maar je hebt er veel aan gedaan. Heb je veel hulp gehad ook? Ja, we hebben gewoon stug 2 maanden bezig geweest. Dus dat, Ja, die muur ook. Wat is dat kunststof? Ja, dat is gewoon panelen. Daar ben ik 2 weken mee bezig. Nou, het ziet er goed uit hoor. Dan feliciteer ik jou van harte met je aanwinst. En dankjewel. Ja, ik wens je ook heel veel succes op deze plek. Dankjewel. Maar je zal sowieso meer voorbijgangers hebben. Maar jou, alhoewel. Nou, het is wel een hele gewenning. Vanaf de weg, daar zag je niemand. En nu zie je echt van alles bij je voorbij komen. Ook mensen die gewoon een beetje stil. Nou, maar ik vind het ook echt heel goed dat je van die duidelijke ram hebt. Want je hebt heel vaak, dan loop je voorbij en zie je niet goed wat er binnen zich afspeelt. Maar hier is het, dit is echt transparant. Ja. Dus goed gedaan. Ik krijg steeds dagelijks complimenten. Maar dat is echt tof. Het pand stond natuurlijk ook best lang leeg en dat is van leegstand wordt niemand blij, toch? Nee. Nou, veel succes, dankjewel. Dankjewel.